na een succesvolle eerste informatieavond van het Cyrus Magazine op 13 januari, volgde er op maandag 2 februari een tweede in de Ruchten in Someren. Op die avond vertelden de dames en heren achter dit online magazine de deelnemende ondernemers alles over het functioneren van het consumentenmagazine. Jan Vinkvleugel, voorzitter van Stichting Commerciële Activiteiten Cyrus. 2 weken geleden zijn we begonnen met Cyrus Magazine. Hoe loopt het nu? Ja, heel erg goed. We zitten hier bij een eerste workshop, vindt hier op de achtergrond plaats. Er zijn al een 20-tal enthousiaste ondernemers die als eerste zeg maar, toegelaten zijn op het Cyrus Magazine. En nu aan het oefenen zijn met elkaar ook om het goed onder de knie te krijgen. Om daarmee hele mooie nieuwsberichten te plaatsen. Hoeveel bedrijven doen er nu al mee? Nou, we hebben 2 weken verder. Ja, we zijn nu met 45 totaal die zich ingeschreven hebben en waar we logins aan hebben verstrekt. En dat komt steeds binnen. We hebben hierna dadelijk hebben we weer een 20-tal bedrijven die we het verhaal gaan vertellen. Wat het betekent en hoe ze ermee om kunnen gaan. Als jullie haast hebben, maar haastige spoed is toch zelden goed? Nee. Nou, dat is wel goed, want de basis, de voorbereiding is goed. Natuurlijk komen daarna heel veel kinderziektes. En degenen die nu al op Cyrus Magazine kijken, die zien daar heel veel leuke dingen. Maar als je kritisch kijkt, dan zullen er hier en daar echt nog wel verbeteringen zijn. Daar werken we aan, daar zijn we zelf ook. Dus het is ook verder in ontwikkeling, ook samen met de ondernemers, om een goed magazine neer te zetten. Maar je moet een keer opstarten. En nu, het is wel hot, want iedereen heeft erg veel belangstelling. En we hebben heel veel positieve reacties gekregen, dus nu moeten we zorgen dat we toeslaan. De consument is natuurlijk degene waar je het voor doet. Hè? Dus het grote publiek, 35.000 mensen in Assen en Someren. En die zullen in steeds hoger tempo, denk ik, Cyrus Magazine gaan ontdekken. En daar hun informatie gaan halen. En wat we er vooral ook mee bedoelen natuurlijk, dat is dat lokale aanbieders, lokale winkeliers en lokale dienstverleners en lokale garagebedrijven en lokale makelaars, dat die hun klanten heel goed weten te informeren over datgene wat ze te bieden hebben, zodat die klanten ook lokaal gaan kopen natuurlijk. Elke ondernemer die moet een antwoord vinden op het grote geweld van de webwinkels. En de trend is weliswaar dat ze weer teruggaan naar lokaal. Dus breng je lokale aanbieders en de lokale consument dichter bij elkaar. En daarvoor hebben we dit magazine ook, om die communicatie mogelijk te maken. Consumenten is op zoek naar kopers, is op zoek naar kortingen, is op zoek naar aanbiedingen. Ja, nou die zullen er ook komen en ook natuurlijk interessante. En maar dat dan wel in combinatie met een persoonlijk advies en een service die erachter zit. En een ondernemer die je kunt aanspreken als het niet goed is. Of die jou ook nog wat andere tips kan geven. Je kan bedrijven die al binnen, wat zijn dat voor mensen? Uit welke branche komen ze? Nou, van alles. Van machineverhuur bijvoorbeeld, tot makelaars, tot... Ja, wat zit er nog meer? Een bakker zien. Een bakker, ja. Nou, dus eigenlijk, het is echt een hele doorsnede. Een binnenhuisarchitect heb ik gezien. Dus, dus het zijn allemaal mensen die een verhaal te vertellen hebben. Die enthousiast zijn over hun bedrijf. En dan zijn er veel hoor. Er zijn er honderden in Assen en Someren voor wie dit interessant is. Aanmelden, dat kunnen ze dag en nacht, altijd? Ja, internet is 7 dagen in de week, 24 uur is dat open. Dus, en alle informatie vinden ze dus op DAS. Retailnieuws.nl om zich aan te melden.